Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wou vanochtend eigenlijk al een video uploaden. En ik had de video ook al opgenomen. Alleen er was iets mis met de video, waardoor ik hem niet kon plaatsen. En toen moest ik ook nog naar mijn werk. En ik dacht, op tijd op mijn werk komen is wel iets belangrijker dan die video nu al plaatsen. Dus ben ik naar mijn werk gegaan. En nu eindelijk weer thuis. Dus ga ik nu gewoon even die video opnemen. Dus maar je moet maar zo denken, omdat hij vanochtend niet kwam, hebben jullie nu nog een video te goed. Want als ik hem vanochtend zou had geüpload, hadden heel veel mensen deze video nu al gezien. En had je nu niks meer. Maar omdat ik nu pas die video upload, heb je nog wat te zien. Dus dat is een voordeel. Maar ik wou het dus hebben over euthanasie. Je weet het wel, euthanasie is dat je klaar bent met het leven en je krijgt een drankje of een prik of wat dan ook. En het is klaar. Bij dieren gebeurt het ook heel vaak. Als dieren nou helemaal oud zijn of heel ziek, kunnen ze ook zo'n spuitje krijgen. En het is klaar. En daar wou ik vandaag met jullie eens over hebben. Over euthanasie. Kijk, ik denk dat het best wel een moeilijk onderwerp is. Want ik ben wel een voorstander van dat iemand zelf beslist over zijn leven. Ik bedoel, we hebben er niet voor gekozen om te leven. Waar mogen we dan ook niet voor kiezen om niet te leven? Bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk wel makkelijk gezegd, want als iemand nu naar mij toe komt, bijvoorbeeld, er komt iemand naar me toe, laten we eens een naam zeggen, een of andere Ronald. Die zegt, Wouter, ik ben klaar met mijn leven, ik wil niet meer. Dan zou ik ook even denken van, ja, Ronald, zou ik toch wel jammer vinden hoor, want je bent een toffe gast. Je kent trouwens geen Ronald hoor, ik noem maar wat. Je bent een toffe gast en we kunnen het goed met elkaar vinden. Ik zou het jammer vinden dat je niet meer wil. En zegt Ronald van, ja, maar Wouter, ik heb zoveel pijn. Ik ben zo erg ziek. Ik word niet meer beter. Het heeft voor mij gewoon geen zin meer om verder te gaan. Ja, ik zou het dan jammer vinden. Maar ja, als hij zoveel pijn moet lijden bijvoorbeeld. En zo ziek is. Dan snap ik wel dat je niet meer verder wil. En dan vind ik ook dat ik zelf niet mag bepalen van, ja, omdat ik niet wil dat jij doodgaat, mag je niet sterven. Dat vind ik weer een beetje arrogant voor mezelf. Want ik moet toch de keuze van de ander accepteren. Maar je moet je ook maar eens voorstellen. Kijk, heel veel jonge mensen, nou ja, niet heel veel, maar sommige jonge mensen, die zijn dan tegen euthanasie. En dat vind ik soms een beetje, ja, dan denk ik van de leeftijdsgenoten van mij bijvoorbeeld, van mensen van 23 ongeveer, of 22, die erop tegen zijn. En dan denk ik wel eens van, ja, maar jij kan wel makkelijk praten, want wij zijn jong, wij hebben het makkelijk. Onze benen werken nog goed, ons lichaam werkt nog goed, we kunnen nog lopen, we zijn gezond, we worden allemaal vrolijk wakker. We gaan gewoon naar ons werk of naar school of wat dan ook. Wij hebben geen klachten. En dan zitten we voor anderen te bewaren van, ja, maar het leven is toch wel mooi. Maar ja, als je wat ouder bent, kun je wat minder. Kijk, nu is mijn leven nog top. Maar als ik straks heel oud ben, ik ben bijvoorbeeld 80, ik zeg maar wat. En ik heb overal hulp bij nodig. Overal bij. Of ik moet naar de wc en daar heb ik hulp bij nodig. En ook voor mijn billen af te vegen, dat ik overal hulp bij nodig heb. Dan denk ik echt van, nee hoor. Doe mij de stekker er maar uit. Ik hoef niet zoals een hulpbehoevend mannetje te leven. Kijk, als ik dus een beetje hulp nodig heb bij dingen zoals koken en zo, als ik ouder ben, dat kan nog wel. Maar als ik echt hulp bij nodig heb bij wassen, naar de wc gaan en zo, dan zou ik denken van, bekijk ik jullie maar op aarde. Ik ga er vandoor. Doei, hier gaat Wouter, op naar de hemel. Zou ik dan denken. Dan is het gewoon, toedeloe. En zo denk ik erover. Als het voor mij echt geen zin meer heeft om te leven, dan kap ik ermee. Maar ja, dat is nu nog niet het geval, want ik ben nu gelukkig nog gezond, dus dat scheelt. En wat ik ook wel een reden vind voor euthanasie, is bijvoorbeeld, je hebt een man, een vrouw, je bent getrouwd in ieder geval, laat ik dat maar zeggen, je hebt een partner, en die is er opeens overleden. Dus je bent weduwe of weduwnaar. Dan zou ik ook vinden van, ja, hij wil bij zijn partner zijn. Geef hem ook maar even die prik. Dat is natuurlijk wel weer een beetje lastig, want dan moet je waarschijnlijk wel weer eerst getrouwd zijn. Want als je alleen maar een relatie hebt, moet je het allemaal weer onderzoeken en zo. Dus ja. Maar als je een overleden partner hebt, vind ik dat ook wel recht op euthanasie. Dus ja. Nee, dus al met al ben ik er een voorstander van. Waar ik misschien wel een voorstander ook van ben, is bedenktijd. Dus niet dat je nu naar een dokter gaat. Hey dok, ik wil niet meer. Oké, hier heb je een spuit, pruk en je bent dood. Dat denk ik dan weer niet.
Maar als je bijvoorbeeld een weekje bedenktijd hebt of 2 weken, dat je er goed over na kan denken. Want het is wel eeuwig natuurlijk, de dood. Het leven is maar tijdelijk. Al duren sommige dagen best lang, maar dat is een andere discussie. Dus ik denk dat een bedenktijd, dat het misschien nog wel goed is. Maar ja. Dus ja, ik ben er wel een voorstander van. En ik vind het ook altijd een beetje makkelijk praten als iemand zegt van, ik ben er ook tegen. Kijk, tuurlijk, je wil niet dat de ander doodgaat. Maar soms kan het gewoon niet anders. En we moeten toch de keuze van de ander accepteren. Hoe denk jij erover? Laat me even weten in de reacties. En ja, hopelijk doen jullie nu nog geen euthanasie. Want als jullie nu dood zijn, kunnen jullie mijn video's niet kijken. We gaan nu even 1-1 afspreken. Jullie mogen pas sterven als ik ook gestorven ben. Want anders kunnen jullie mijn video's niet kijken. Oké? Nou ja, zie wel wat jullie doen. Het is jullie leven, dus jullie moeten het zelf maar bepalen. Daar heb ik niks over te zeggen. Toch? Nee. Nou ja, dit was de video. Doei! Hier gaat Wouter. Tot de volgende keer.